Het is zo erg. Ik was vandaag zo gemotiveerd met mijn to-do-lijst. En ik heb nu echt gewoon geen zin meer om iets te doen. Het is vrijdag en ik heb net een to-do-list voor mezelf gemaakt. Ik denk, want anders ben je, ja, aangezien er allemaal geen haast in zit, best wel geneigd om dingen allemaal niet te doen. Maar ja, je zit toch thuis. Maar dat wilde ik dus even voorkomen. Dus ik denk, ik maak gewoon even een lijst. Ik heb gewoon in een appgesprek met mezelf. Ja, ik heb een appgesprek met mezelf. Ik praat heel veel met mezelf. En daar heb ik gewoon allemaal dingetjes zo in een rijtje gezet. En als ik ze doe, dan verwijder ik ze. En die wil ik gewoon per se allemaal af hebben. En daar heb ik ook de werkjes ingezet die Sarah voor vandaag af moet hebben. En oh, ik zat trouwens nog steeds niet lekker dan gisteren. Dus ik ga elke keer kijken welke ik ga doen. Zo hoop ik het vandaag allemaal gedaan te hebben. Welke ga ik nu doen? Deze en deze, want die horen een beetje bij elkaar. Ja. Ik ben aangekleed. Ik heb deze top aan Friends Connection, broek, Benetton en Guess Sneaker Wedges. En Sarah heeft de woonkamer even helemaal overgenomen, maar goed. We gaan zo even een wandelingetje maken naar de supermarkt. Toch heel even eruit. Ik denk, we gaan niet met de auto of de fiets, maar gewoon even lopen. Dan hebben we toch een beetje beweging. En daarna ga ik verder. Ik heb heel veel van mijn to-do-lijst gedaan. Heb ik eigenlijk niet gefilmd. Want ik denk, ja, dan zien jullie elke keer allemaal hetzelfde. Maar dat heb je in deze tijden. En ik moet even wat erop gaan verzinnen. Want ik ben zelf ook een beetje zat, zeg maar. Dus ik moet even vol inspiratie komen. Dan moet ik zeggen dat het wel allemaal heel nuttig is hoor. Want ik heb echt wel heel veel dingen opgeruimd en schoongemaakt en alles. Dus het is ook niet echt dat het nadelig is. Maar eentonig is het wel. Even buiten. Sarah is op de step. Ik loop een stukje vooruit. We hebben toch even frisse lucht zo. Stoppen daar hè. Zo. En ik doe even een paar kleine boodschapjes. Zo. Even de tas van mijn schouder af. En ik moet even wat wegbrengen en dan gaan we weer naar huis. Hebben we ook een beetje beweging gehad. Ja, dat lijkt heel erg op onze auto. Het is het net niet. Hij is net anders. Oh, die stopt, zeg je. Dankjewel. Nou, nog steeds een en al gekte, lege schappen. Zelfs het dierenvoer. Ik heb zomaar geluk gehad met boodschappen, want een aantal van de dingen waar we elke keer... Oh. Mijn foto moet blijven staan. Een aantal van de dingen. Ik weet dat hij soms zo heavy maakt als ik dit aan het doen ben, maar ja. Hij blijft staan. Nou, dan maar even zo. Een aantal van de dingen die ik elke keer op mis geef, waren er nu. Dus ik heb gewoon weer een pak crackers. Gewoon omdat we die normaal ook altijd halen. En een pak pasta die we gewoon gebruiken voor de pasta penna. Met doodje en aardappel. We kunnen weer gewoon 3 dagen eten. Ik vind het echt heel prettig. Soepje, dat doe ik ook wel eens vaker. Niks raars van. Maar ik ben hier wel blij mee. Het is zo erg. Ik was vandaag zo gemotiveerd met mijn to-do-lijst. En ik heb nu echt gewoon geen zin meer om iets te doen. Ik ben ook echt de hele tijd gewoon aan het niksen. Ik ben wel eens net gaat. Ik denk, als de hele wereld toch kapot gaat en we gaan helemaal dood, dan heb ik hiervoor nog lekker chippies. Nee, maar ik ben niet zo'n doemsdenker. Maar ik ga wel lekker mijn chippies eten, want daar had ik echt heel, heel, heel veel trek in. Want ik snoep echt heel weinig dit jaar. En ik wilde net gewoon. En deze echt, die had ik al toen was en die vind ik zo lekker. Oh, grappig, vegetarisch, glutenvrij, zonder kunstmatige kleurstof en zonder kunstmatige smaakstof. Nou, doen we toch nog iets goed. Ik ben dus niet heel veel aan het doen. Ik heb wel een vlog geëdit, maar
Ik heb geen zin om te hummeren, dus ik heb mijn computer uitgegooid. En ik heb echt trek in mijn... Zo. Oh nee. Ik denk, hè, wat een vage mandarijn. Maar het was een schaduw. Maar die viel vanuit het rondje. Ik denk zo, dat is echt de vaagste mandarijn die ik ooit heb gezien. Ik ga lekker mandarijntjes eten. Dan stoppen we er toch nog even wat vitamine in. Ja, al het ongezonde eten. En echt, ik weet niet wat het is. Ik kom best wel erg aan mijn rust momenteel. Maar ik ben zo moe de hele tijd. Misschien dat ik gewoon te veel slaap. Mijn haar zit echt raar. Het valt een beeld wel mee. Maar er zitten hier van die poebels. Ik weet niet of je dat ziet. Dat ik het niet goed heb gedaan. Maar als ik loop voel ik die helemaal raar heen en weer gaan. Ik kan het niet uitleggen. Het is een heel vreemd gevoel. Maar zo valt het dus wel mee. Maar ik vind dit als ik op de bank hang altijd makkelijkst die knop naar boven. Want die zit er niet in de weg. Het gaat echt nergens meer over. Ik slaap genoeg, maar niet raar extreem veel. Want daar heb ik gewoon de tijd niet voor. Als ik naar bed ga, ja, 's ochtends word jij wakker. Dus gewoon normaal goed. Nu ook niet dat ik opeens extreem vroeg op moet. Maar ik blijf gewoon moe. Ik zou bijna denken dat ik vijver heb of zo, maar dat heb ik ooit al wel eens gehad. Dat kan je geen twee keer krijgen. Ik ben gewoon moe. Misschien is het gewoon een winterdip of zo. Heb ik echt gewoon heel veel vitamine D nodig. Nou, ik weet het niet. Of ik heb gewoon chronische mamvermoeidheid. Oh, en het is weer later. En sorry voor het donker scherm, maar ik ga geen lamp aanzetten nu ervoor. Ik krijg weer zo'n hoofdpijn. Elke keer, 's avonds. Echt. En overdag gaat het oké. En 's avonds weer niet. En gisteren was ik wat drukker. En toen gebeurde het ook. En vandaag heb ik eigenlijk gewoon een bal gedaan. En ook. Dus ik ga even snel de laatste paar dingetjes aanzetten, opruimen. En ik ga echt mijn bed in. Dus ik wil je nog wel bedanken voor het kijken. Sorry voor het tegenlicht nu. Maar zoals ik al zei, ik ben even te lui om daarin te lopen en een lamp aan te doen. Of om me om te draaien naar het licht. Dus bedankt voor het kijken en tot morgen. Doei doei!